Het Live Entertainment en het Suriname Heritage Festival organiseren begin september de eerste Urban Heritage and Art Festival. In dit kader belegden partijen gisteren een persconferentie. Het belangrijkste doel van het festival is om mensen samen te brengen en de diversiteit aan cultuur te laten ervaren, zegt Delano Hoogvliet, initiatiefnemer van het festival. Hij geeft verder aan dat het beleven van elkaars muziek, cultuur, culinaire tradities en de manier van omgaan met onze leefomgeving en onze natuur ook belangrijk is. Dus alles wat te maken heeft met onze cultuur, onze muzikale gebruiken en onze eten, onze drinken, onze manier van leven en met name onze leefomgeving willen we met het festival bijeenbrengen en als één platform gebruiken om bezoekers van het festival te informeren over hoe Suriname inderdaad vanuit zijn culturele diversiteit eigenlijk daadwerkelijk eruit ziet. Wij vinden dat het tijd is om zo'n festival te produceren. Omdat als we kijken naar onze achterliggende periode, wat op festivalland gebeurt, dan zie je dat er heel veel gebeurt. Alleen zijn wij van mening dat we dus naast het feest vieren, willen wij eigenlijk festivals organiseren met een iets duurzamere karakter. Waarbij we inderdaad dat product zodanig willen gaan vormgeven dat het internationaal verkoopbaar wordt. Hoogvliet zegt verder dat het internationaal karakter van het festival de culturele diversiteit van Suriname moet presenteren. De organisatie wil ook belangrijke aspecten die ons bezighouden incorporeren in het festival. Omdat zo'n festival sowieso heel veel bezoekers op een bepaald moment trekken. En we willen naast het feest vieren, willen we dus dat gebruiken om heel veel mensen op één bepaald moment inderdaad die boodschap mee te geven. Zodat er een stukje bewustwording gebeurt, met name als je het hebt over climate change. Dat is een wereldwijde discussie op dit moment van wat zijn we aan het doen? Doen we het goed? Nee, daar zijn we allemaal over eens. Nou, maar wat moeten we doen om voor te zeggen dat onze leefomgeving inderdaad leefbaarder voor ons wordt en dat het niet langer bedreigd wordt. Suriname is het groenste land ter wereld. We willen dat aspect ook gebruiken om te incorporeren in het festival, om dat ook zichtbaar te maken en mensen bewust te maken van hey, we zijn nu nog het groenste land ter wereld, maar de manier waarop we nu leven kan maar zo maken dat over een x aantal jaar wij niet meer zullen behoren tot het groenste land ter wereld, wat eigenlijk onze leven direct zal bedreigen. Delano Hoogvliet, initiatiefnemer van de eerste Urban Heritage and Art Festival. Hij sprak gisteren na de persconferentie over het te houden festival in de eerste week van september. De persconferentie is gehouden in het Nirvana Business Hotel aan de Keizerstraat.